Tja, en als het gaat over racisme en over welke grappen er nou wel en niet gemaakt kunnen worden, dan eindig je al snel bij de man van het vrije woord, Hans Teeuwen. Dag Hans. Hoi. Hoe gaat het? Uitstekend, hallo. We zijn welkom. Kom binnen. Dankjewel. Hoe heb jij dat allemaal ervaren op de televisie, als het dus gaat over racisme in de talkshows? Ja. En hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is mij ook opgevallen dat het racisme eigenlijk hand over hand toeneemt, eigenlijk steeds erger wordt. En dan, kijk, je hoort mensen al zeggen, ja, dat is allemaal de schuld van de Joden. Natuurlijk, vaak is dat zo, maar in dit geval weet ik niet of dat zo is. Het is eigenlijk allemaal de schuld van de witte man, die met zijn zwarte piet, die de hele dag door die schoorsteen moet, terwijl die Sinterklaas zelf gewoon met zijn dikke reet op dat witte paard blijft zitten. Iedereen die een beetje na kan denken, weet dat. Nou, toen kwam Gordon er nog overheen met een walgelijke opmerking, waarmee die miljarden Chinezen werkelijk tot onder de maailijn heeft neergezet. En hoe moeten die ze verdedigen? Hoe verdedig je tegen Gordon? Die vent heeft de hele dag jeuk. Die is keihard. Die trekt zich daar niks van aan. Dus wat ik er in elk geval aan probeer te doen, is om in elk geval de Chinezen weerbaarder te maken. Chinees! Chinees! Kom eens. Deze jongen werk ik nu een paar weken. En wat ik hem probeer bij te brengen is wat ik zelf heb genoemd gordoneren. Gordoneren is dat op het moment dat iemand je onheus bejegent of iets zegt wat je niet bevalt, dat je die persoon direct van repliek dient met een grap. Bijvoorbeeld, jij zegt tegen mij, ik heb gisteren saté gegeten. Ik heb gisteren lekkere satésaus gegeten. Ik heb gisteren lekker satésaus gegeten. Nou, ik had gisteren satésaus in mijn broek. Ik heb een scheur in mijn broek. Dan zeg jij, dat is beter dan een broek in je scheur. Die moet er wel achteraan, want anders valt het dood. Hé, hey, ik heb een scheur in mijn broek. Nou, dat is beter dan een broek in mijn scheur. Ja, maar die lach mag iets. Die moeten direct bovenop zitten, zodat de mensen niet de tijd hebben om zich te realiseren dat de grap niet zo sterk is. Ha. Dit ontspan je. Hoe voelt hij voor jou? Voelt hij blank? Ik voel me vrij. Vrij, dat hè? Uitkwam. Ja, je bijt van jezelf af. Dat eruit, ja, je laat je toch niet door een flikker met pseure jassen vertellen hoe het moet? Nee. Kom nou, discriminatie. Nee. Hè? Moet dat dus niet discrimineren, of wel? Nee. Hartstikke goed. Ik ben meer dan Baripanga. Ik ben meer dan Sambabe. Kroepoek, Peking, insecten, gebraden kat, Chinese thee. Ik ben net zoveel als jij. Ik ben meer dan Baripanga. Ik ben meer dan Sambabai. Kroepoek, Peking, insecten, gebraden kat, Chinese thee. Ik ben net zoveel als jij. Zelf een keer met stokjes en noem ons niet steeds geel. We passen niet in hokjes, we zijn met veel te veel. Oh yeah, yeah, yeah. Shalala, la 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 la. Shalala, la 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 la. Ni hao. Dan heb ik nog een cadeautje hier. Oh. Lekker katje. Neem me lekker mee. Heb je vanavond nog lekker wat te eten? Oh, wat ben ik erg!